16,159. Is dat haalbaar voor Epke Zonderland? Nou, ik kan u zeggen, hij heeft in de kwalificatiewedstrijd een A en D-score van 7,1 en gaat mogelijk nu naar de 7,3. Gerard, zijn trainer, achter hem, tilt hem in de rekstok. Nu is het moment. Het moment van Epke Zonderland. Endo spreiden. Het hele draai. Gaat goed. Cassina. Nu gaat hij de dubbelsalto gestrekt met de hele schroef doen. Pap. Ja, perfect. Uitgevoerd. De Kolman-techniek komt nu. Dubbelsalto gehurkt met de hele schroef. Perfect. Ja, nu naar de Stalder en Ribalko. De Stalder spreiden. Anderhalve draai. Gaat goed. Hij moet nu naar de dislokeren gaan met de hele draai. De halve draai kiest hij voor. Ja, en dan gelijk het volgende vluchtelement. En hier moet hij in de handstand. Kijk, dat kost kracht. Oh, dat is een punt, groot punt aftrek. Nu naar de dislokeren. Hij gaat wel door. Hij neemt alle risico's. Ja, de hele draai komt er ook goed uit. En nu nog de afsprong. Gaat die afsprong nu echt tot stand komen? Beter als in de kwalificatiewedstrijd. Hier komt hij dan. De dubbelsalto, hele schroef staan. En hij staat bijna stil. Ja, kleine nahut. Maar wat een formidabele oefening heeft hij uitgevoerd. Dit heeft hij nog nooit laten zien. Deze moeilijkheid in de oefening. Met 7,3 uitgangswaarde. Want dat was het toch. 7,3 uitgangswaarde. En hier zit Harry, die is helemaal na aan het hijgen. Want was dit goed of niet goed? Het was heel erg goed. Oh, Appy. Ja, heel erg goed. Zijn derde vluchtelement hadden we dichtbij. Dus daar moest hij goed corrigeren. Maar hij heeft alles geturnd. 7,3 uitgang. Ik hoop dat... Kijk, dit was die eerste, de Cassina, hè, met de hele schroef van die Italiaan die we eerder in beeld hadden. En toen kwam daarna de Kolman. Ook goed, hè? Ja, ook mooi in de richting. Rechtsarmen. En toen? Dit was de Kolman nog steeds. Ja, die waren echt goed op afstand geturnd. En hier het Stalder spreiden met anderhalve draaier, was ook correct. Ja, dit is het nieuwe element. Een moeilijke combinatie. Kijk. Ja, hier zitten we dichtbij. Ja, precies. Dat is jammer, hè? Maar wel een dubbele salto voorover de rekstok. Ja. Hij heeft dus twee dubbele salto's achterover de rekstok. En hij heeft er nog eentje voor, man. Nou, dat is echt uniek. Uniek voor een Nederlandse turner die dat laat zien in een finale. En kijk hoe die landt. En hoe blij die is met zijn oefening die hij heeft gezien. Heeft laten zien. 7,3 is de D-score. En de uitvoering...